Vrijwilligerswerk is de bron achter het bouwen van een mooie samenleving. Het koesteren van elkaar helpen zal bijdragen aan het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel, zegt directeur Monique Pool van de Green Heritage Fund Suriname. We spraken Pool in verband met Wereldvrijwilligersdag vandaag. Wereldwijd wordt op 5 december de Internationale Vrijwilligersdag gevierd, zoals aangekondigd door de Verenigde Naties. Het thema van dit jaar is Als iedereen dat deed. De dag werd ingesteld met als doel wereldwijd erkenning te geven aan en het bevorderen van vrijwilligerswerk. Dit initiatief bestaat al sinds 1986. Pool omschrijft het sociaal werk binnen haar werkveld als een waardering naar de natuur. We helpen de dieren, ook heel belangrijk, en de natuur op deze wijze. De mensen die op de zondagochtend meegaan, die hebben toch wel een bepaalde passie, want het is vroeg op de zondagochtend, om ook daar te helpen om de dolfijnen te beschermen en om een boodschap over te dragen, ook aan andere mensen, van hoe belangrijk het is dat we naast ons gewone werk, wat we door de week doen, dat we ook vrije tijd beschikbaar maken om iets bij te dragen aan de gezondheid van je samenleving. Want het heeft daar echt ook mee te maken. Het heeft te maken met een stukje saamhorigheid die je dan ook laat zien naar de rest van de mensen in de samenleving toe. Terugblikkend naar de al 18 jaren geleverde diensten, zegt Pool dat er in ieder geval vooruitgang is geboekt bij zowel het vrijwilligerswerk als ook de bewustwording. Het blijven inzetten van je krachten voor een sociaal doel helpt ook de overheid bij het maken van een mooie Suriname. We hebben goede samenwerking met de brandweer, met de Paramaribo Zoo en ook met de politie die dus en natuurlijk ook natuurbeheer. Om te laten zien dat vrijwilligers ook bij kunnen dragen aan het werk van eigenlijk de overheid. Vanuit de organisatie zal voortdurend gewerkt worden aan het creëren van bewustwording over het behoud van ons milieu. Hiermee hoopt de organisatie het duurzaam behoud van ons natuur te helpen garanderen.